Dag dames en heren. Kijk eens, ik heb hier een boekje. En dat boekje is ooit van mijn vader geweest. Mijn vader was een verwoed visser en hij trok er graag alleen op uit, naar de Vinkeveense plassen bijvoorbeeld, om ergens een mooie, dikke vis aan de haak te slaan. Mijn vader heeft het boekje gekregen van Nelis Vogel, die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een hengelsportzaak had in Amsterdam in de Jordaan. Hij was de grondlegger van de Albatros hengelsportzaken. In het boekje staat wat leuks geschreven over de Noordoostpolder, die werd toen drooggelegd, en ik lees er even wat uit voor. De Noordoostpolder zal later ook wel een goed viswater worden. De verschillende grote wateren die erin geprojecteerd zijn, zoals de Urkenvaart, de Zwolsevaart, de Eemstervaart en tal van kleinere tochten en sloten, zijn machinaal uitgegraven voordat de polder werd drooggelegd. Voor ons hengelaars is dit een gelukkige omstandigheid geweest. Hierdoor heeft de vis de gelegenheid gekregen te vluchten uit het langzaam vallende water. Zij zocht de diepe plekken op en kwam zo vanzelf terecht in de uitgegraven vaarten. Vrienden van mij die er samen met een IJsselmeervisser met een botter en een sleepnet doorheen zijn gevaren, konden hun ogen bijna niet geloven toen zij na korte tijd een fantastische hoeveelheid baars en snoepbaars ophaalden. Vermoedelijk wordt dus de Noordoostpolder, wat de visrijkdom en de hengelsportmogelijkheden aangaat, even mooi als de Wieringermeer. Op het moment is dit echter nog toekomstmuziek. Er is nog geen gelegenheid om te overnachten en hengelaars worden nog niet in de polder toegelaten. Dit zal echter binnenkort wel komen. Sinds die tijd is er veel veranderd in de hengelsportwereld. Ik wilde dat wel eens weten en ging op pad met Johnny Roet. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Zijn allemaal groen tegenwoordig. Wat zijn dat? Dit zijn loodjes en die gebruik je. Ja, aan je lijn en dan wordt de vis dan opgehaakt. Dan zorgt ervoor dat de vis zichzelf haakt. Oh, ja. Dus daar moet ik even een paar extra van hebben. Ja. Stel dat ik een paar vissen verspil, dan heb ik altijd wat lood. Wat reserve, ja. Ja, binnen buurt komt alle soorten heb je nog wel. Dit is 80 zelfs. 20. De braai 20? Ik val 20. Dat is wel alsjeblieft. Zo. Ik heb het zo gevoeld. Je hebt heel wat mee te nemen, man. Ja. Ik ga op vakantie niet meer mee, zeg ik altijd. Ja. Zo, natuurlijk aan het water zelf. En je slaapzak, je slaapt er dan ook, joh? Ja. Ik slaap er ook. Ik heb een stretcher bij met een slaapzak. De slaapzak kan tot 5 graden. Zo. Stretcher ligt lekker van de vloer af. Een goede stretcher, stevig voor mijn rug. Als de politie komt, heb ik gewoon een vergunning. Dan kan ik me gewoon laten zien. Ja. Alleen, ze hebben het gewoon gedoogd door de mensen die uit de buurt komen. Het liefst hebben ze mensen uit Spakenburg en Dijk die komen vissen. Omdat er in het verleden nog wel mensen waren die daar, zou ik maar zeggen, een rommeltje maakten van buitenaf. Ja, 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 ja. En nou willen ze gewoon weten wie erop zit. Dus dan laat je gewoon je vergunning en een ID-kaart. Ja. Dan hebben ze een kopie van. Ja. En dan hebben ze gewoon een beetje eigen water, privéwater eigenlijk. Dus. En lekker rustig, ja. Maar ik hoor dat mijn hennep klaar is, dus we gaan eventjes naar binnen toe. Oké. Ja, prima. Doe yes. Ja. Uit. Is het nou klaar? Zoals je ziet, de meeste zijn nou aardig uitgekomen. Ja. Je hebt er een kookboek voor nodig bijna. Nou ja, dat is allemaal, dat leer je gaandeweg. Kijk, dit is dan weer een zoekproduct. Ja. Waar ze gek op zijn, maïs. Over het algemeen is maïs heel goed aasje. Ja. Lekker zoek. Kijk,
Er gaat nog best wel wat erheen. Dan hoop ik dat ze het hierop doen. Ik hoop het ook, dan kunnen we het mooi zien. Ja, maar ja, dat is altijd met de wachten, af te wachten natuurlijk. Ja, ja. Die moet hem worden, dus. Nou, wat een spullen heb jij, zeg. Oh, hè? Nou. Mijn vader had vroeger een eenvoudig hengeltje, maar... Een bamboe hengel? Ja, een bamboe. Daar ben ik nog wel eens op gaan staan. Daar heb ik enorm op een donder gehad. Ja, dat kan ik best geloven. Maar ik ben ook begonnen met allemaal kleine spul, hoor. Ja. En, ja. Ik had ook weinig, dus dit is mijn kussen en dan gaat niks boven je eigen kussen om mee te nemen als je gaat vissen. Zonder kussen regen wel eens... Als je gaat slapen natuurlijk. Ja, natuurlijk, want ja. Het is wel s'nachts ga ik natuurlijk wel proberen te slapen. Ja, je slaapt natuurlijk licht omdat je op je piepers slaapt. Ja. Maar er gaat niks boven je eigen kussentje hoor, als je meeneemt naar de waterkant. Dat kunnen wel meer jongens beamen, denk ik. Ja. Dus ja, je moet een beetje natuurlijk ook lichamelijk een klein beetje stoken. Comfortabel mag je precies, wel liggen hoor natuurlijk. Precies. Lijn aan het klaarmaken, op mijn systeem aan het bevestigen. En zoals je ziet, moet dit hem gaan worden. Daardoor, als het in contact komt met gewoon water, dan lost het niet op. En voor mij zit er ook nog een deel zout doorheen, als ik goed heb begrepen. Ook nog. En dit lost op in het water. Je moet zo zien, het zakje is fijn geknepen. Staat op spanning, dus als het onder water komt, dan ontploft het eigenlijk een beetje uit elkaar en ligt je mooie voer om je. Om je haakhaas heen. Ik ben nu mijn bootje aan het bevoorraden met voer. Om hem zo meteen uit te gaan varen op de stek waar ik hem heen wil. Ja. Kijk, en dit is bijvoorbeeld ook weer zo'n handigheidje. Kijk, ik heb hier normaal wel een aardappelschilmesje. En daar kan ik de bolies wel heel mooi overmidden mee maken. Maar hier stop ik er een stuk of 5-6 tegelijk in. Ja. En er zit een mesje in. En dan krijg ik allemaal mooie halfjes. En daar kun je niet tegenop snijden natuurlijk. Wat pellets. Pellets wil zeggen, dus gewoon gemalen vismeel. Het is een heel samengesteld menu. Het is echt een minuutje voor ze, ja. Zo kun je het wel omschrijven. Kijk, dan gaat deze er bovenop. Nou, hoe verzin je het, zeg. Zo. En dus een bootje op afstandbesturing? Ja, nou, dan zit hier en onderin zit natuurlijk een klep, die valt zo meteen open. Het is een soort container en dan hij kan op het meer worden gelost. Ja. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Het is geweldig, zeg. Vet echt, hè? Maar welk plekje ga je naartoe? Weet je dat? Ik ga hem nu voor de sloot uitvaren. Dat is best wel een bekend plekje op deze vijver, waar ze regelmatig gevangen worden. Ja. Ik ga het proberen, dus ik ben benieuwd. Hoop dat ik er wat uit kan halen natuurlijk. Ja. En er is die weer. Voer is er allemaal netjes uit. Nou, ik zie het. Hij is helemaal hol. Hij is leeg van binnen weer. Ja. Dan kunnen we zo meteen de volgende gaan doen. Dus nou, bootje uit. Ja, maar nou met je hengel, die moet je er ook komen natuurlijk op die plek. Die ligt nou al op de plek. Oh, die ligt er al? Ja, die heb ik net meegevaren. Oh, heb je er ook heen gevaren? Ja. Ah, juist. Dus nou ligt die mooiste plek. Ik zal mijn hengeltop iets meer naar beneden zetten. Iets minder wind. Ja, ik ben een outsider hoor. Dus, ja, dat geeft niet. Een beetje stomme vragen misschien, maar goed. Nee hoor. Dus nu kunnen ze gaan bijten? Ja. Het zou leuk zijn als we dat kunnen filmen. Ik hoop het wel. Het is hier de laatste tijd vrij pittig qua actie. Nou, ik ben benieuwd. Dat is de tweede hengel. Ik ook. Want je zet alles terug, hè? Ik zet alles terug, ja. Ik maak... Gaat niet met de karper naar de Chinees? Nee. Nou, moet ik ook zeggen dat karper ook geen eten is. Nee? Ik dacht dat het een specialiteit was. Ja, en ik kan me menen in Hongarije en Polen zijn ze er gek op. Maar ik ben er nooit zo'n fan van. Oké. Okay. Er zit toch een zandsmaak aan. Ja.
volgende lading. Ja, ja. Statief, wat heeft dat met vissen te maken? Nou, daar zet ik dus mijn camera op. Mocht ik dus 9 van de 10 keer, ik vis niet altijd alleen, maar nu vis ik dus ook alleen. En als ik dus vannacht een visje vang of er is niemand bij, dan is het wel makkelijk om een statiefje te hebben. Oh, dom, dan heb ik een timer erop. Vangst tonen. Ja, dan heb ik een timertje erop en dan kan ik gewoon lekker met je vis. Zet ik gewoon op de foto aan. Dit schiet je nou naar de plek waar de andere voer ook ligt? Ja, waar het andere voer ligt, dan ligt het wat meer verspreid. Ja, ja. En dan hoop ik dat ze erin trappen vanmiddag of vanavond of vannacht. Oké. Ik hoop dat ze het doen. Ja, je ziet waar ze terechtkomen, hè? Ja. Ja, dan schiet ik wat verspreider, hoor. Ja. Oh. Nou, dat doe jij. Ja, dat ben ik. Dat is dat vrijheid. Vis je ook wel eens in de Eems zelf? Ja, vis ik ook wel eens in. Ja, ja. Is een wat moeilijker water. Waarom? Vis stroomt altijd. Oh. Vissen zijn niet hongvast. Vissen die zwemmen toch veel meer heen en weer. Kijk, hier weet je zeker dat er vis in zit. Ja, of ze naar bijten in 9 van 10 keer ook maar een vraag. Maar in de Eems is het toch wat meer, moet je er wat meer voor werken. Ja. Gaan er toch 3 dagen voer aan vooraf. Je hebt te maken met boten wat langskomt. Het blijft natuurlijk wat moeilijker vissen. Kijk, als je wat vist, vang je natuurlijk de kleinere vissen. De vissen zijn er oersterk, omdat ze natuurlijk continu moeten zwemmen. Ja, ja, ook dat nog eens. Ja. De Eem is ontzettend mooi water en er zitten prachtige grote vissen in. Alleen het is wat moeilijker als hier vissen. Ik heb wel altijd veel met vissen gehad hoor, daarom in de vis gewerkt. Ik vind zelf het vissen op zich leuk, het eten van vis, ik vind zelf vis lekker. Ja. Ik ben gek van aquariums. Dat wordt ook een hobby waar ik me eigen op ga richten. Als ik dan op mezelf ga, wil ik toch echt wel een mooi groot aquarium hebben. Oh, ja. Lekker rustgevend, is ook leuk. Ja, ik heb toch wel redelijk wat met vis eigenlijk. Ik ben bezig geweest van kind af aan. Leren vissen van mijn oma. Als jongetje op woensdagmiddag uit school vandaan ging ik daar naartoe naar mijn oma. Die hadden hengeltjes staan, 3-4 hengeltjes. En dan ging je met een emmer met water en dan ging je vorentjes vangen. En waar was dat? Dat was op de Wille, toen op de oude bomenbuurt, de Wilgestraat was dat. En dan liep toen het water door tot aan de Stadsgracht. En er zat leuke vis op, grote vis, vorentjes, brasems. Dan ging ik uitmiddag uit school, ging er naartoe. Nou, dan kreeg ik mijn eerste hengeltje. Nou, op een gegeven moment dan heb je het wel gezien, daar wil je wat verder. En dan ging je naar de Stadsgracht vissen. Nou, dan kon je leuk vissen. Thank you.
een redelijk grote vis. Zo te zien wel, hè? En zo kon ik het voelen ook. Alleen het is jammer dat het zich vast... Ja, dat was het. Maar ja, dat weet je. Er zit hier een hoop obstakels in het water. En ja. Een hoop troep. Ja. En dan blijft hij vastzitten en dan klaar. Het is niet anders. Maar het had voor de film leuk geweest, hè? Inderdaad. Net zoals gisteren weer. Ja, we gaan het gewoon nog een keertje proberen. Ga nu zo de bak. Ja, nu heb, nu heb ik hem gelost. Je kan hem zien nog. Dan ligt hij voor de steiger. Ja. Dan ga ik weer terugvaren. Dat is ook wel een leuk plekje om vis te vangen. Het is jammer dat er een obstakeltje lag in het water. Ja, het is niet anders. Nee. Dat is wel heel mooi geweest voor de film natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Maar ja. Ik baal als een stekker. Ja, ik ook. Ja, proberen weer. Volg hoe de moed verder. Marco, u hebt gewoon de regie over het programma. Vind ik ook wel leuk. Ik heb al lang tegen Marco gezegd dat je het gaat doen. Oh. Wij al afgesproken. Oh, heel goed. Nou, Marco, ik ga zo meteen maar een poging wagen dan, hè? Succes! Oké, top! Hoi, dankjewel! Vergeet jij de kandelaar niet, ik heb de cash in de creditcard. Ja, ik heb de kandelaar en de laptop en dat schilderij. En nou wegwezen. Een goed ontbijtje, dat is voor de troost. Ook dat ja, zeg dat wel. Ziet er in ieder geval goed uit, Johnny. En ik hoor biefstukjes, bak je er ook op? Ja, zeker. Biefstuk, hamburgers. Nou, je moet altijd jezelf verwennen, want een ander doet het niet. Dus nee, is mij altijd verteld. Maar het smaakt lekker in de vrije natuur. Zeker, zeker. Zo, broodje. Nou, eet smakelijk, kerel. Proost. Nou hebben we net jammer genoeg die karper gemist, maar ja. Stel nou dat je hem gevangen had. Ja. Had je hem gewogen en gemeten, een foto natuurlijk. Ja. En als hij dan heel groot is, kan je daar dan een bepaalde prijs mee winnen? Hoe zit dat? Nee. Het is echt meer voor eigen iets, voor eigen succes. En prijzen winnen, dat zou kunnen, dan moet je meedoen aan wedstrijden, die zijn er wel. Verschillende verenigingen organiseren wel karpenwedstrijden. Oh, ja. Ik weet dat ze in Nijkerk dan ook een wedstrijd organiseren. Eén keer in de zoveel tijd. En dan heb je een koppelwedstrijd en dan gewoon een marathon. Die duurt dan wat langer. Ja. Dan kun je wel prijsjes winnen. Alleen de echte grote wedstrijden, ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen. En dan moet je ook wel een hoop sponsors achter je hebben staan. Ja, precies. Wil je daar wat kunnen vertellen en wat kunnen doen natuurlijk. Maar dat is jou veilig ook niet om te doen. Het gaat mij meer om de rust en vangen. Gewoon een leuk visje vangen en lekker ontspannen. Ik heb nu nog vakantie, dus dan kan ik mooi nog eventjes een keertje vissen. Thank you.
Ik ga er vandoor, die karpers laten op zich wachten. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is succes. Ja, ik ga mijn best doen om nog wat te vangen. Ja, en maak er een mooie foto van. Ja, zal ik doen. Dat komt goed. Ik ga mijn best doen. Heel goed. Als ze willen bijten, dan denk ik dat ik nog wel een kansje maak voor morgen. Maar het wordt vanmiddag weer gauw warm, dus ik denk dat het tegen de middag wel over is. Ja, in de ochtend heb je de meeste kans. Ja. Oké. Hey. Hou je, hè? Ja, dankjewel. Nou ja.